Fantastisch. Marjolein, jij had vandaag een jurk op. Ja. Hoe was je ooit bij ons terechtgekomen? Ons bandje, het bandje waar ik in zing, was op zoek naar een toetsenist. En we werden getipt door iemand dat Hilbrand toetsen speelt. Dus vandaar. En toen kwamen we dus ook achter dat hij ook een bruids- en feestmodewinkel heeft. Vandaar. Ja, en je had een speciale gelegenheid, hè? Ja. Met een bruiloft. Ja, met mijn bruiloft. En dan was ik op zoek naar een jurkje. Dus, ja. En in eerste instantie kwam je binnen van, nou, ik wil misschien wel iets laten ontwerpen. Ja, ik ging eigenlijk best wel blanco naar jullie toe. Van, nou ja, ik misschien wel wat laten ontwerpen inderdaad. En uiteindelijk heb je mij eerst wat jurkjes aan laten passen. En daar zat deze onder andere tussen. En deze vond ik eigenlijk al meteen heel erg mooi. Dus vandaar. Ja, precies. Ja. Nou, die wil ik wel aan. Ja, ja. En je moet van de bruiden, of het bruidspaar, moesten jullie in een roze accent, hè? Ja. Klopt. En jouw man die gaat met roze schoenen. Ja, en jij ja. gaat met een roze lint. Ja. En heel leuk, even leuk detail. Ja, de zool van de zool van mijn schoenen. Die is roze. Yes, echt heel cool. Ja. Ja, precies. In deze, die strik je gewoon om. Ja, die komt om mijn middel. Ja. Zo'n mooie centuur. Ja. En ben je blij nu die helemaal af is? Ja, ik ben heel erg blij. De vorm is helemaal vermaakt. Precies op mijn maat. Dus hij zit gewoon super. Ja. Mooi pelfmouwtje. Ja, lekker. Ja. Nee, echt mooi. Ja. Kan getrouwd worden, maar dan kan je gasten. Hè? Ja, precies. Ja, je wordt vast niet, je mag wel komen. Ja. Je wordt vast bij de deur Nee.